Er moet iets fout gegaan zijn toen de gemeente Heumen een voorheen nog naamloos pad bij de oprijlaan van straatnaambordjes voorzag. Waarschijnlijk had men het willen noemen naar de kunstenaar Kandinsky, waar ook de nabijgelegen middelbare school naar vernoemd is. Op beide bordjes die geplaatst werden ontbreekt echter de N. Het enige waar de naam van het pad nu naar kan verwijzen is Coffeeshop Kandinsky in Amsterdam. En dat voor een weggetje dat voornamelijk door fietsende scholieren wordt gebruikt.